is het Skyline TV nieuws van woensdag 27 mei met vandaag. Politie houdt derde verdachte overval aan. De politie van Ude heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden voor de overval op een pizzakoerier. Het gaat om een 20-jarige Udenaar. De politie arresteerde hiervoor eerder ook al twee Udenaren. En ook deze twee verdachten zitten nog steeds vast. De overval op de pizzabezorger vond plaats op zondag 1 maart op de Slabroekseweg in Ude. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn gezicht en moest hiervoor naar het ziekenhuis. De brandweer van de vliegbasis Volkel rukte dinsdagmiddag met extra voertuigen uit naar de landingsbaan. De piloot van een terugkerende F-16 had melding gemaakt van een vermoedelijke aanvaring met een vogel. Normaal staat bij de landing altijd één brandweerwagen paraat, maar in dit geval ging de veiligheidsprocedure in werking, verklaarde een woordvoerster van de vliegbasis desgevraagd. Volgens haar verliep de landing voorspoedig en er deden zich geen bijzonderheden voor. De brandweer van Ude moest woensdagmorgen in actie komen voor een autobrand op het Beatrixhof. Een bestelbus brandde helemaal uit. De oorzaak hiervan is niet bekend, maar de politie vermoedt brandstichting en doet verder onderzoek. Ook een auto die naast de bestelbus geparkeerd stond, liep schade op. Door de hitte sprong daarvan de achterruit kapot. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ingebroken in de winkel van de Phone House aan de Sacramentsweg in Ude. De daders reden volgens de politie op een zwarte scooter weg. Wat er is ontvreemd is niet bekend. De politie verzoekt mogelijke getuigen zich te melden via telefoonnummer 0900 8844. Hardlopers en wandelaars kunnen zich aanmelden voor Bernhoven loopt warm. Dit loopevenement over de afstanden van 5,6 en 11,2 kilometer wordt op woensdag 10 juni gehouden. De opbrengst is bestemd voor de stichting Vrienden van Bernhoven. Die wil hiervan een camerabeveiligingssysteem aanschaffen voor de kamers van oudere patiënten. Deze camera's vergroten de veiligheid omdat de verpleegkundige een signaal krijgt als een patiënt uit bed probeert te komen. Dit voorkomt veel valincidenten. Deelnemers kunnen zich via de website www.bernhoven.nl opgeven voor het loopevenement. UD19 heeft zich versterkt met Harm van der Steen. De 24-jarige van der Steen, hier in het midden op de foto, komt over van SV Deurne en is als aanvaller en als middenvelder inzetbaar. Met zijn komst heeft UD19 de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. Donderdag trekken wolkenvelden onze regio binnen waaruit af en toe wat regen kan vallen. De temperatuur ligt daarbij rond de 16 graden. En tot zover het Skyline TV nieuws. Deze uitzending wordt ieder uur herhaald en donderdagavond om 7 uur is er weer een nieuwe uitzending. Tot de volgende keer.